Op maandag 26 november kan je in Sint-Niklaas een groot benefietconcert bijwonen van het Universitair Harmonieorkest uit Leuven. Maar liefst 90 studenten van de KU Leuven en UC Leuven-Limburg spelen er ten voordele van de lokale scouts AKB Sint-Johan. Via via zijn we in contact gekomen bij AKB en bleek dat zij nog wel wat steun kunnen gebruiken. En we dachten, kom, we gaan een keer naar Sint-Niklaas. We zijn er ook nog nooit geweest, nooit gaan concerteren en het is een heel mooie stadsgeborg. Op het programma staan onder andere symfonie nummer 1 van Johan de Meij, 12th Night van Alfred Reed en de bekende Hymn to the Fallen van John Williams. En de avond wordt dan aaneengebabbeld door Bart Foubert, frontman van Carré Confiture. Scoutsgroep AKB Sint-Johan organiseert gewoonlijk een fuif om geld in te zamelen. Maar dit jaar doen ze het met klassieke muziek. Met de inkomsten wil de scoutsgroep heel wat investeringen doen. Een AKB scout is een inclusieve scout, dus dat wil zeggen voor jongeren met een beperking, fysiek en mentaal. En dat wil zeggen dat wij ook steeds nieuwe investeringen moeten doen. Zo zijn er bijvoorbeeld een snoezelruimte die moet vernieuwd worden, een buitenlands kamp dat moet georganiseerd worden en eigenlijk ook gewoon de doorgaande werking die gefinancierd moet worden. En dat gaan we doen met het bedrag dat wordt binnengehaald met dit benefietconcert. Het gaat een heel leuke avond worden, een ode aan het spel. En het UO is een uniek orkest met elk jaar een wisselende bezetting. Allemaal jonge mensen tussen de 18 en de 26 jaar, wat toch wel uniek is in Vlaanderen. Het is sowieso uit cultureel oogpunt zeer aangenaam om te komen luisteren. Maar natuurlijk ook om onze AKB te steunen en om dit soort van scouts in Sint-Niklaas te kunnen verder zetten in de toekomst. Jullie kunnen allemaal komen kijken op 26 november in de Stadsgouwburg in Sint-Niklaas. En hopelijk kunnen we zoveel mogelijk mensen ontvangen. Voor tickets en meer info over het evenement AKB Beats Goes Classic, surf naar de website ccsintniklaas.be.